We zijn in de haven van Gent. Het is een ongewoon zicht. Er zijn twee jongeren aan het werk als matroos. Op donderdag 16 oktober was het namelijk de actie Work for Change en werkten jongeren voor een goed doel. De leerlingen solliciteerden voor een job die ze graag eens wilden doen en hen interessant leek. Wie aan de slag gaat op een schip, wordt natuurlijk wel eens nat. De loon die de leerlingen verdienden gaat naar een goed doel in het zuiden. Er deden maar liefst 11.000 leerlingen mee aan dit project. Sommigen beleefden duidelijk een unieke dag.